Kijk, dit zijn ze. Echt mega mooi. €2,49. Oh, heel blij mee. Hoi, en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube-kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Esmee en misschien kennen jullie mij al van mijn eigen YouTube-kanaal of van de video's die ik al eerder heb opgenomen voor dit kanaal. Ik heb vandaag echt een mega leuke video voor jullie. Ik ben namelijk uitgedaagd door de Action om 15 artikelen onder de €3 te scoren. Dus ik ben net naar de winkel gegaan en dat heb ik voor jullie gefilmd. Zoals je kan zien, het assortiment is elke keer weer heel erg wisselend. En ik heb echt mega leuke dingetjes gekocht. Een hele tas vol. Ik weet niet of je al iets kan zien. Maar ik heb dus 15 artikelen onder de €3 gescoord. Ik ben eigenlijk de winkel ingegaan en toen ben ik langs elk pad gelopen. En toen heb ik eigenlijk van alles in mijn winkelmandje gegooid. Dus het zijn echt hele random dingen, maar wel echt mega leuk. Dus ik ga maar eventjes beginnen met het grootste. En dat is... Dit zijn martini glazen en ik vind deze echt mega leuk. Het wordt natuurlijk binnenkort lekkerder weer en je gaat buiten zitten, cocktails maken. Mega leuk. We hebben ook heel veel andere cocktailglazen van de Action. Die zijn ook heel erg mooi, maar deze had ik nog niet. Dus ja, dit zijn echt mega mooie glazen. Hier kun je dus lekkere martinis in maken of bijvoorbeeld een espresso martini of een pornstar martini. Kijk, dit zijn ze. Echt mega mooi. Ik vind ze ook best wel groot nog. Ik hoop dat je het goed kan zien. Hier zitten er 2 in een verpakking. Daar heb ik er 2 van gehaald. Dus ik heb er in totaal 4. En deze kostte per stuk, of nou ja, per 2 dus, €2,49. Toen liep ik ook langs de theedoeken en handdoeken en zo. Ik vind dit altijd echt mega leuk. We hebben heel veel verschillende dingetjes hangen altijd. Dat is deze mooie groene kleur met een cactus erop. Echt mega schattig. Keukendoek 50 bij 50 centimeter, €1,59. En daar hoort dus ook een passende theedoek bij. Met nog meer cactusjes. Heel cute. Is deze. Even goed omhouden. Kijk hoe leuk. Deze is wel een stukje groter. Deze is 50 bij 70 centimeter. En deze kost €1,49. Toen liep ik het pad in met de geurkaarsen en zo. En toen zag ik ook dat ze deze geurstokjes hadden. En ik hou echt van geurstokjes. Overal in huis staat wel een geurstokje. Maar ik vond deze verpakking echt heel erg mooi. Ik weet niet of je het zo kan zien. Maar dit is de kleur, of de kleur, de geur Bloom & Wood. Ik had een beetje al geroken in de winkel. Ze hadden heel veel verschillende. Oh, ik vind hem echt heel erg mooi. Het is een witte flacon met ook witte stokjes die erin moeten. Normaal zijn ze altijd een beetje houtkleurig, maar dit is de verpakking. Heel mooi. Het ziet er ook echt duur en luxe uit, vind ik. Deze kostte net onder de €3. Hij was €2,99. Om nog even bij de geurdingen te blijven. Ik heb ook een roomspray gekocht. Ik had volgens mij in mijn vorige video liet ik deze ook al zien. Maar toen had ik hem niet gekocht. Deze kost maar €1,99. En er zit 500 ml in. Ze hadden ook nog andere geuren. Hallo? Ja. Oeh, heel lekker. Chill. Dit is de geur Emerald. En ik vind het ook al best wel mooi om zo gewoon neer te zetten in het interieur. Dus daar ben ik echt blij mee. Oh, heel blij mee. Ik spuit het gelijk even op. Toen kwam ik langs de bakafdeling en toen zag ik deze siliconen cakevormpjes. Ik wil binnenkort wat gezonde recepten gaan maken. En dus ook een soort van granola ontbijtkoekjes of zo. En ik vond deze daar best wel handig voor. Dit zijn dus van die siliconen dingen. Ik vind ze best wel groot. Ze zijn iets groter dan een normale cupcake houder. Hier zie je het wel een beetje. Maar dit leek me echt mega handig, want dan hoef je het niet elke keer opnieuw te kopen en weg te gooien en zo. Dus dat kan je gewoon afwassen ook. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat werken en of ik hier leuke recepten in kan maken. Ik ben in ieder geval heel erg blij mee. Dit was €2,49 voor 5 stuk dus. Ja, toen kwam ik langs de sokkenafdeling en daar heb ik van deze footies meegenomen. Ik weet niet wat het is, maar deze verdwijnen echt altijd bij mij. Ik vind deze heel erg fijn om te dragen gewoon in sneakers en zo. En het wordt natuurlijk binnenkort lekkerder weer. En dan vind ik het mooi als je niet je sokken ziet als je de sneakers aan hebt. Ik heb deze in de maat 39,42. Deze kostte €1,99 en dit is een iets dikkere stof voor mijn gevoel. Heel fijn. Dus dat zijn deze footies. Ze hadden ze ook in het zwart. Nou, en dan heb ik nog een pakje met panties gekocht. Want altijd als ik het nodig heb, dan heb ik het niet. Dus ik dacht, ik haal dit alvast. Dat is wel handig. Dit is een 2-pack ook. Dit is 15 denier. Ik heb eigenlijk echt nog nooit panties gehad van de Action. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze zitten. Ik heb ze in de maat 40-42 gekocht. Voor mij een iets grotere maat. Omdat ik echt mega lange benen
benen hebt. En vaak zijn die panties echt veel te kort. Dus even een tipje. Als je dus ook lange benen hebt, koop je panties een maat groter. Die panties die waren €2,50. Vind ik echt niet duur trouwens voor twee panties. Oké, dan heb ik nog iets voor in het interieur. Ik zag deze al gelijk toen ik binnenkwam. Ik vind deze echt mega cute. Misschien voor op de wc of voor op mijn kamer. Ik zal trouwens even dat plastic eraf halen. Dan kan je het wat beter zien. Kijk, dit is hem. Mega cute. Het is gewoon een spiegeltje met zo'n hangdraad eraan. En een zwarte omlijsting of... hoe zeg je dat? Zwarte rand. Ik moet nog even kijken waar ik deze ga ophangen. Maar ik vind hem wel echt mega leuk. En hij kostte volgens mij ook maar €2,50. Ja, €2,49. Nou, we zijn nog niet klaar. Ik heb ook nog een paar beauty producten. Waaronder zonnebrand. En dit kostte ook €2,50. En ik vraag me dan echt af of het echt goed is. Het is een tanning lotion. Ja, ik dacht, waarom probeer ik het niet gewoon? Het is SPF 30. Ik ga binnenkort op vakantie naar Frankrijk. Dus altijd handig om te hebben. Ruikt op zich wel lekker. Wel een beetje typisch naar zonnebrand, maar een beetje kokosnootachtig. Ja, op zich wel chill. Ik ben benieuwd of dit werkt. Als jullie hier ervaring mee hebben, let me know in de comments. En dan heb ik nog een limited edition deo gekocht. Deze heb ik eigenlijk echt nog nooit gezien in de winkel. Maar wel dus bij Action. Dit is een Dove. Ik gebruik eigenlijk altijd Dove. En ik wilde wel eens wat nieuws proberen. Dit is met rozenwater en aloe vera. Ja, lekker. Oh, ik zei het trouwens verkeerd. Deze was €2,99. Alsnog onder de €3. En de Dove was €1,79. Door met het volgende. Dat is deze parfume card. Ik zag dat je dit tussen je kleding kon hangen. En ik vond deze echt mega lekker ruiken. Dus ik heb het gekocht. Ik zal het even openmaken. Volgens mij kan je dit ook gewoon ergens in de gang hangen. Of weet ik veel waar. Ergens waar je wil dat het lekkerder ruikt. Oh, en ook in de auto zie ik nu. Oh ja, hier in de auto, tussen je kleding, in je schoenen of in de badkamer kan het. En er zitten er twee in. Er zit ook een soort van lintje bij waarmee je ze kunt ophangen. Oeh, heel lekker. Het ruikt een beetje naar Zwitser of zo. Heel chill. Oh, ik ga deze gelijk ophangen. Deze waren ook heel erg goedkoop. Dit lag trouwens bij de schoonmaakmiddelen. Parfume cards, €1,49. Dan heb ik nog als laatst een scrapbook gekocht. En nog dubbelzijdig tape. Want ik heb dus echt heel veel Polaroid foto's. En die liggen nu ergens gewoon in een laadje. Daar kijk ik bijna nooit naar. En dat vind ik best wel zonde. Want ik wil ze eigenlijk gewoon ergens ophangen of inplakken. Dus daarvoor heb ik dit scrapbook gekocht. Die had heel veel verschillende soorten. Hier staat op Moments to Remember. En dan heb je hier een gedeelte voor tekst en dan kan je hier foto's plakken. En dan ook in allemaal verschillende vormen. Zo zie je het een beetje. Heel erg leuk. Dus ik moet even de tijd nemen om die foto's hier in te plakken en dan er wat leuks bij te schrijven. Want dat vind ik wel heel erg leuk. En ja, om die foto's natuurlijk op te plakken heb ik dubbelzijdig tape gebruikt. Dat is deze. Dit zijn 250 van die stickertjes. Dit was 35 cent. Dat is echt heel goedkoop. En het fotoalbum was €1,99. Nou, en dat waren alle items die ik heb geshopt bij de Action deze keer. Allemaal onder de €3. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video weer leuk vonden om te zien. Vond je het leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal van Action. En laat me zeker even in de reacties weten welk item jij het leukst vond. En wat je misschien zelf ook gaat kopen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer bij de volgende video. Doei!